gemetselde heren, die hebben wat minder nodig. En voor de dames, ja, dat doen ze wat meer. Wat, wat, ja, dat hebben natuurlijk de ogen en alles wat erbij hoort. Ja? Oké, 3, 2, 1, go! Nou, ik ben Femke Villar, kom uit Roosendaal. En hier aan tafel zit Jurgen Dekkers uit Wouwsmontage. Jurgen, vertel eens even, want we zitten hier vandaag op de Very Important Brabantersdag. Wat is er eigenlijk wat je met ons wilde delen? Want ik hoorde wat negatieve berichten uit jouw relatie. Ja, het gaat niet zo super lekker. Nee. Het gaat niet zo super lekker. Nee, ze is nog vaak werken en ja, ik moet maar naar het café. Dus eigenlijk is het een beetje saai thuis, als ik het zo begrijp. Ja, allemaal werk en naar het café en dan, ja, dat is het eigenlijk een beetje. En doe je dan zelf in het café hier een beetje lol maken of heb je geen andere hobby's of zo om jouw tijd te doen? Nee, ik heb niet zoveel vrienden. Niet zoveel vrienden. Nou ja, dan moet je eigenlijk, hè, net als op zo'n dag als vandaag, misschien juist een beetje wat van jezelf laten zien. Misschien zijn er juist mensen die zeggen van nou, dat is toch gewoon onzin dat je geen vrienden hebt? Ja, nou ja. Zal ik kunnen proberen. Maar als je in het café zit, wat ga je dan daar doen? Een beetje drinken of doe je ook darten of snoekeren of zo? Nou, drinken en biljarten. En dansen? Nee, daar ben ik niet van. Niet dansen? Nee. Moeilijke gast, hè? Ja, het is echt... Misschien moet je even een oproepje doen op de camera. Ja, Jurgen, misschien wil jij in de camera een oproepje doen voor de mede-Brabanders hier zo... Die misschien net zoals jij het leuk zouden vinden om eens een keer in het café iets anders te doen dan drinken en dat. Nou, ik ben Jurgen, ik ben 36 jaar. Ik kom uit Wouters thuis en ik heb een melkveebedrijf thuis. En reageer.